Zuid-Afrika roept voor veel mensen beelden op van de Big Five in het Krugerpark. Maar Zuid-Afrika is nog veel meer. We pikken een camper op in Kaapstad voor een rondje door de westelijke Kaapprovincie. De wilde kustlijn van de Kaap de Goede Hoop is een broedplaats voor duizenden zeevogels en een kolonie pinguïns op het strand van Boulders. Via de Beenskloof rijden we over de brede kloofwijnroute het slaperige plaatsje Montagu in de Klein Karoo binnen. In het Weidse landschap wisselen fruitboomgaarden en wildernis elkaar af met boerderijen gebouwd in de Kaap-Hollandse stijl. Bij Oudshoorn, het centrum van de struisvogelindustrie, verlaten we de Karoo en zoeken de kust weer op bij Nijsna. We zijn nu in het territorium van de Zuidkapers, die de ondiepe wateren van de kust als kraamkamer hebben ingericht. Terug in de richting van Kaapstad ligt Gansbaai, hoofdstad van de Witte Haai. Wij zijn gekomen om de haai hier in zijn natuurlijke habitat te zien. Brian McFarlane organiseert dagtochten naar de jachtgronden bij Dyer Island, ook wel Shark Alley genoemd. Ooit gedemoniseerd door de film Jaws, boezemt de Witte Haai bij veel mensen een enorme angst in. Dit is een van de beste plekken op aarde om de witte haaien in actie te zien. Het is een enorme adrenaline kick als er een 5 meter lange haai een haaiafstand langs de kooi zwemt en dan een plankje in de vorm van de zeehond aanvalt. Aan de andere kant laat het eigenlijk ook zien dat die haai er helemaal niet op uit is om je op te eten. Eigenlijk zou iedereen met angst voor haaien een keer in die kooi moeten.